Hey, yo, what up? Tom hier, gamersnet.nl en het is weer zover. Ik heb een stream highlight reel gemaakt van Prey. Ja, die game, ik zit er helemaal in. De video review staat nu ook al live op gamersnet.nl, maar ik dacht, we hebben hem laatst gestreamd, laat ik daar even de leukste, vooral schrikmomentjes uitknippen. Dus without further ado, geniet van een stream highlight reel, of hoe ik het ook wil noemen, van Prey. Yay. Hij is dat ding geworden, of niet? Ja, er staan er twee. Hier, dat bedoel ik. Het feit dat er dan twee staan, is echt zo van, één daarvan is een fucking mimic. Kijk, zie je, dat is handig. De glue gun, je stunt ze gewoon. Als het er heel veel zijn, is het lastig. Maar als je één op één gaat, dan kun je dan makkelijk... Ah, fuck, er liggen er twee, godverdomme. Shit, sorry. Had ik moeten weten. Ik dacht zo van, oh, relax, twee van die dingen. Een fucking spel, maat. Je trapt er altijd in. Soms zie je echt een stapel van goede shit liggen. Echt zo'n stapel van medkits. Dat je denkt, oh fuck medkits. Dan zijn het altijd mimics, maar je blijft erin trappen. Godverdomme, deze had me echt goed te pakken. Maar er is hier verder ook niks. Oké, okay, sure. Altijd... Ah, the fuck. Waar de fuck is hij? Ik vertrouw dit ding niet. Ah, oké. Okay. Die was te vertrouwen. What the fuck? Zo zijn ze wel goed te handelen, de mimics. Ze komen gewoon snel... Dat ding bewogen. Of niet? Oh nee, kut! Het was iets anders! Oh shit, ik ben moe. Snel, eet iets, drink iets, heb ik iets. Ja, een theetje, let's go. Die is dood. Nice, nu die ander nog. Fuck, waarom zie ik ze niet? Doe de lamp aan. Ah. Oké, okay, hè. Dat ging nog aardig. Dat ging helemaal niet zo heel slecht. hier zou ik ook weer dingen niet vertrouwen, want hier ligt namelijk een lijk. Hey, what up? Toiletten zijn nooit een goede plek voor dit soort games. Je weet dat het fout gaat in toiletten. Drink water. Maak die quick save voordat je een toilet binnenloopt. Deze is veilig, maar dan weet je gewoon dat, dat het andere toilet wel iets heeft. Iets wat niet zo leuk is. Oeh, medkit. Trouwens, nee. Echt zo'n stapel van medkits, dat je denkt, oh fuck medkits! Dan zijn het altijd mimics, maar je blijft erin trappen. Nou doe ik het weer. Nou vertrouw ik die medkit niet. Dat is zo kut. Telkens als je iets moois ziet... Die playrol. Ik zweer het is die playrol. Ik vertrouw de medkit. De medkit, je bent mijn buddy nu. Die playrol is een mimic. Die playrol die ligt daar heel erg out of order. Kak! Oh. Oh. Oh god. Oh god. God. Natuurlijk. Natuurlijk zitten ze achter me. Oh god, er is er nog één. Shit, sorry. Volgens mij was dat een dikke hierreep. Oh shit, er zijn er meer. Oké, nu is het wel die playroll. Nu weet ik het zeker. Ik zag die playroll bewegen. Dat is er één. Ik heb er sowieso eentje gevangen. Dat is er één. Ah god, fuck. Fuck. Ah, godverdomme. Wat een kutspel. Ik heb dit niet als ik in mijn eentje speel. Ik zweer. Ik schrik veel harder op stream. Omdat ik dan aan het praten ben. Dus ben je... Dan zit je niet met je hoofd in. Oh fuck, er is weer iets. Oh. Ah god. Godverdomme. Ja, ik zag je wel. Lul. Nou is hij weer een playroll. Nee, kak, hij is geen playroll. Oh, die bar. Ik weet dat er iets... Die bar is ook iets wat ik niet kan vertrouwen. Maar er is wel eten. Er is een turret hier, dus ik vertrouw het. Turret, help me. Stand by me. Shit, sorry. Later in de game krijg je een scanapparaat waarmee je dus de omgeving kan scannen. En dan zie je dus mimics die verstopt zitten. En dat ding spam ik continu. Want dat is, ik heb dat zo hard nodig. Hij is niet dat grote ding, right? Kan toch niet dat grote ding zijn? Oh, huh? Er was subtitles voor de Phantom? Er is ergens een Phantom hier. Oh, fuck, what the fuck, sorry, what the fuck, oh, god damn, waar zit hij? Het is dit ding, toch? Hij is hierin veranderd, right? Oh nee, kut, dat was het andere ding. Kom, waar is die unit? Is dit hem? Nou, het is hem weer, fuck, god damn, stop eens met wegrennen. Hij was hier niet eens. Oh, fuck, what the, god. Waarom rent die unit, fuck, de unit rent alleen maar weg. Waar de, oh daar. Kom op, hè, vecht dan met me. Jezus, wat een klote beesten. Eerste klas.
Is die veranderd in dit ding? Nee. Oh, oké, okay, het is dat ding. Laat maar. Zo dom dat je met dit spel gewoon af en toe dozen kapot gaat slaan. Dit is een mimic. Nice. Ah, fuck. Nog meer. Oh, kakzooi. Blaas mezelf bijna op. Zat hij daarin? Of is hij veranderd? Oh, kut. Hij is veranderd. Oh, vuile mimics, jongen. Echt. Kom terug met je bakkes. Do a barrel roll. Oh, fuck. Dit kan ik niet repareren. Mimics. Fucking mimics. Oh, daar is hij. Ah, fuck. Meteen neer. Surprise attack. Haha, bitches. Of vergis ik me nou daarin? Oh, wow. Daar gebeurt trouwens wel even iets trippies. Oh, het gaat nu weg. Ja, dat is een bug. Wow, die is vet trippy. Of is dat, ja, oeh. Of is dat juist een hint? Het is allemaal één dikke computersimulatie. Dat ze gewoon aan het eind zeggen van, yo, alle glitches waren gewoon glitches in de framework. Nou hoor ik ook een voice line van een phantom. Ja, we hebben genoeg shotgun ammo. Ja, boy. Zo doen we dat. Oh, fuck, ik vertrouw deze kamer niet meer. Wat klopt hier niet? Oh, nou, het feit dat daar een enemy staat misschien. Surprise, motherfucker. Oh, kak. Die is dichtbij. Man, dat ging zo goed. De game wil dat ik naar de lift ga. En dat is een vuurtyfon. 7. Oh, kut. Oh, what the fuck? Deed dat pijn? Dat deed de andere keer helemaal geen pijn. Kak, sorry. Vraag is, hoe ga ik die guy belagen? Zijn er turrets die ik kan repareren? Want er stonden hier turrets. Ja, er is daar een turret. Hij is nu weg, dus... oké, die val ging wel goed. Kut, ik moet repair 3 hebben? Shit. Oh, hij werkt nog, hij werkt nog. Dat is goed. Oh, kut. Ah, kak. Oh, kut, wat is dat? Wat gooi ik? Oh, geen idee, maar het werkte niet! Oh, kut, sorry. Nee. Oh shit, dat werkt helemaal te grazen. Oh, kut, sorry. Fucking hell. Ik dacht dat ik hem had met die recycler charge. Ik wou net zeggen, het werkt. En op dat moment, in één keer zit hij in je face, jongen. Echt, kut spel. Waarom naaien ze mij altijd zo? Ik zie nog steeds niks. Maar trust it, Danny. Love you. Thanks for the clips! Oké, die is bevroren. Als ik hem nou gewoon vol in zijn kop knal... Oh, kak, mis. Ja, fuck it. En daarom ben je zo snel door die kogels heen. Soms heb je er 60, dan denk je van, ja, dat is prima. Maar dan kun je, weet je, dan schiet je 8 typhons mee neer of zo. Als je een beetje raak schiet. En goed. Dus, nou man. Had ik hier nou ook echt alles al gehad? Volgens mij wel, hè? Ja, fuck! God. Ook als we het er net over hebben. Oh my god, een kutspel. Ik kan ook nooit even rust hebben. Ik heb zo'n pokhekel aan het spel. Oh my god, mijn huisgenoot is zo boos waarschijnlijk. Het is iets van, dat ga je echt nooit meer spelen. Nou goed, is mijn huisgenoot over een paar dagen weg, maar daar niet van. Maar fuck. Jezus Christus. Oh. Wacht, ik kon hier ook nog steeds... wacht. Ik kan hier niet doorheen, of wel? Oh jawel, nu wel. Oh! Oh, kut! Ik zei toch dat ik vaak die explosieve canisters kapot sla per ongeluk? Well, there you have it. Dit vuur is trouwens wel fucked up. Oh, dan doe ik het weer bijna, dat ik naar beneden dender. Ah, fuck. Oh, Jesus, fuck. Kak, het doe ik helemaal... Man, ik schiet helemaal compleet mis. Ik slaap mis, goddammit. Oh, die beesten. Ik zweer, als ik dit in mijn eentje speel, dan heb ik helemaal niet van die schrikmomenten. Maar damn.
Het is anders als je streamt. Daar heb je het schrikken van mimics en verder een beetje omgein hebben. Was een 4 uur lange stream, was aardig leuk. Daarmee ook gezegd te hebben, kom eens een keer langs op Twitch. Twitch.tv/gamersnet voor al onze toffe livestreams. En ja, wil je meer weten over Prey? Er is gameplay commentary van verschenen en een video review. En nogmaals, de review, geschreven review, komt er binnenkort ook aan. Dus dat was het voor Prey Highlight Reels. Tom out, ik hoop dat je genoten hebt en dat je dag goed is. Doei!